je ogen dicht doet, wat zie je dan voor een paard? Ik zie heel veel bomen en ik zie ook een paardje. Een grasveld en een boom. Spelende mensen en een hardloopbaan. Vogels, eekhoorntjes en honden die spelen met de eigenaar. Een hardloopbaan en veel lachende mensen. Een voetbalveld, tennisveld en allemaal blije mensen. Gewoon omdat ze het gezellig vinden in deze nieuwe park. Op 11 oktober was de eerste participatiebijeenkomst in het gebouw van de CAH. Een avond waarin dromen al snel werden omgezet in daden. Tijdens een brainstorm in 3 rondes brachten zo'n 60 deelnemers in 2,5 uur tijd ruim 300 ideeën op tafel. En een eerste actielijst. Dus allerlei verschillende doelgroepen moeten daar iets kunnen gaan doen. Als er flink veel groen in staat en we het ook gebruiken kunnen. En een licht asfalt zou ik al heel erg leuk vinden als daar kwaaltjes met afstanden zouden komen. Voetbal, basketbal, tennis. We moeten ontmoeten. Als je wilt picknicken, weet ik veel wat allemaal niet meer. Dan wil je niet eerst gaan zoeken of er poep ligt. En als je zit, wil je ook niets ruiken om je heen. Ik denk echt dat er mogelijkheden zijn dat mensen dingen in het park kunnen doen. En dat ze ook verantwoordelijk gaan voelen. En we gaan over naar de tweede ronde. Wellicht kom je tot een aantal ideeën. En dan ga je wellicht lopen puzzelen. En op het moment dat je gaat lopen puzzelen, dat je de bewoners in de directe omgeving betrekt. Trimbaan, voetbalveld, saamhorigheid, theetuin, sport en beweging, groen. We gaan nu naar de derde ronde toe. Wat kunnen jullie nu gaan doen? Ik zou willen bijdragen en mee willen helpen met het planten en het onderhouden. Snoeidagen lijkt me hartstikke gezellig. De leerlingen mee laten doen bij het boomplanten. Onderwijsvertegenwoordigers die zeiden van wij zien wel kansen om hier gewoon leerlijnen voor het en het laagonderwijs in het park gewoon op te nemen als deel van ons curriculum. Maar ook de middelbare scholen, ook de hbo-instellingen. Met z'n allen hebben we hier zo tot de conclusie gekomen dat samenhorigheid het belangrijkste is. Waardoor we een oproep willen doen eigenlijk dat we op een zondagmiddag om 2 uur koffie, thee kunnen drinken met elkaar. Allemaal bij elkaar komen om zeg maar, onze verhalen te delen eigenlijk. En waar een tent komt te staan, de jongeren muziek kunnen draaien, waar de mensen met elkaar kunnen praten, wat we hier hebben besproken deze avond en wat het beste eigenlijk daar in het park kan komen en hoe we het kunnen inrichten eigenlijk. Jullie ideeën gaan we wat mee doen. We gaan morgen inventariseren wat deze opbrengst is geweest. Ik vond hem heel geslaagd. Ja, ik vond de wijze waarop het is opgezet een soort brainstorm sessie waarbij mensen echt ook met leuke ideeën naar voren zijn gekomen. Een van die ideeën is door de tradities in het park te brengen. Dingen die jaarlijks terugkomen, zoals bijvoorbeeld een muziekfestival of een markt. De kinderboerderij vind ik heel erg leuk. En sportactiviteiten zoals tafeltennis, voetbalvelden. Ja, zoveel ideeën. Nu is het een kwestie van clusteren en actie. En wel doorpakken. Want het gevaar is nu dat iedereen weer teruggaat naar zijn eigen situatie. Ik zou het echt fantastisch vinden als we echt een park weten te realiseren waarin bewoners echt iets terugzien van de ideeën die zij aangeleverd hebben. Dat ze echt door het park kunnen lopen, dat ze mensen meenemen. Dat ze zeggen, kijk, dat idee, dat is echt geworden en dat heb ik bedacht. Een van de ideeën die 11 oktober op tafel kwam, is een hardloopbaan. Een idee waar veel mensen enthousiast over zijn. En het mooie is, het kan direct worden uitgevoerd. De hardloopbaan moet 2500 meter. Er komen 25 stenen. 22 kinderen in de klas. En 3 kinderen mogen 2 stenen doen. Yay! Je mag je eigen ontwerp maken. Wil je een rode, groene, gele, wil je er iets moois op? Mag je allemaal bedenken. Kinderen van de basisschool De Droomspiegel gaan 25 markeerstenen versieren. Deze komen om de 100 meter te liggen op een hardlooptraject van 2500 meter. Meten is weten en weten is rekenwerk, dus voordat de kinderen de stenen mooi gaan versieren, willen ze eerst weten waar die stenen precies komen te liggen. Oké, het is een hardloopbaan, dus jullie gaan hardlopen. Klaar, af!
Het neerzetten van de tent, de activiteiten voor 11 december, het versieren van de stenen voor de hardloopbaan. Het is pas het begin van de ideeën die bewoners en kinderen zelf realiseren in dit park. De politiek kijkt met veel interesse naar de betrokkenheid in het Cascadepark. Ze doen wel stoer bij de gemeente Almere, maar ze vinden het natuurlijk ook heel erg spannend om bewoners zoveel eigen verantwoordelijkheid te geven voor de publieke ruimte. De eerste scepsis is echter al overwonnen. Op de beheersdag Almere Poort presenteerden bewoners vol trots hun eigen initiatieven. We zijn, denk ik, met z'n allen in een ontwikkelingsproces zitten we. Je ziet dus nu wat we dan organische groei noemen. Iedere dag gebeurt er wat en iedere dag wordt er weer een stukje wijk als het ware erbij veroverd. Omdat het natuurlijk een heel lang gebied is door dat hele stadsdeel heen, is het ook een gebied waar je van activiteit naar activiteit kan gaan. Dus niet, ik bedoel, alles kan theoretisch, alles kan anders zijn. Je moet zich voorstellen dat we misschien 30 jaar, zolang de stad bestaat, dat onze stedenbouwkundigen, maar ook de bestuurders, tot op de millimeter alles ontwikkelden en ontwierpen. Dat is een enorme cultuuromslag. Marvin, waarom doe jij eigenlijk mee? Er is een heleboel jeugd hier eigenlijk en er is gewoon geen enkele sportactiviteit hier zo. Er is een meneer die me ondersteunt in dat, die wil een stichting opzetten. Vrienden van het Cascadepark. En er zijn een heleboel mensen op afgekomen en die ook willen weten waarom ik dat heb gedaan. Goed, ik vind ook dat je invloed moet kunnen uitoefenen, vooral omdat het allemaal nog makkelijk is. Ja. Ik heb me natuurlijk ook een beetje nog verdiept na onze brainstorm sessie de vorige keer. En dan zie je dus dat er in Amsterdam hartstikke leuke ideeën al zijn, die ook al ervaring hebben opgedaan. Nou, dat soort ervaringen kunnen we best lenen, vind ik dan. Het leuke is dat je ziet dat juist wanneer iedereen de mogelijkheid krijgt iets te doen, dat zo'n diversiteit oplevert en toch samenhang. Ja, dat levert een stad op die naar mijn stellige overtuiging duurzamer is dan al onze geplande steden. De scholen maken zich sterk om van het park een groen klaslokaal te maken. Studenten uit Osnabrück waren een week lang op CAH in het kader van een studentenuitwisselingsprogramma. Ze gingen aan de slag met ideeën van 11 oktober. En elke student visualiseerde een aantal ideeën in een moodboard. Bewoners kunnen op 11 december met foto's en tekeningen hun eigen moodboard maken. On the first day we worked in groups and we took some ideas and everyone we had 5 ideas. As you can see, there are different parts of the park and every part could be designed and developed by the inhabitants. My aim is to bring sport in the park. I have the water park. You can go to this water park, play and relax and chilling. I have my Cascade event park. I think it's not very with something learning about, and so it's more having fun. We have a social network garden which is called Urban Garden. This garden works with the society and the people living in the area around this park. We just had the mood board yesterday and I think now we want to develop ideas what we want to give to the people. They can choose what idea they like, what will they support. It's very important that the inhabitants from Almere are involved in the whole park designing. I hope they will be friendly to our ideas. Hopefully it's nice for them. In a few years I will be back. Yeah, I'll see what happened and hopefully it's a nice place then, because now it's just wasteland. Ik zie een klokhuishuis, heel groot. En ik zie ook mensen die frisbeeën. En ik zie een kleine sushi bar. Voetbalveld, een tennisveld, een pingpongveld, weet ik niet veel. Ik zie heel veel bomen en honden die spelen met hun baasjes. Een rivier. Heel veel bomen. Een speeltuin. Glijbaan, koppeltje duikrek. 2 eenden met allemaal kleine eendjes. Doe je ogen dicht en droom. Kijk naar hoe jouw park eruit ziet aan de binnenkant van jouw ogen. Het
Cascadepark is van jullie. Ga er wat van maken. Tot voor kort was het zo dat we in Almere planden wij een park. En dat park werd gemaakt door onze eigen stedenbouwkundige dienst en onze eigen landschapsarchitecten. En dat werd ontwikkeld tot op de bank, tot op de laatste millimeter aan toe. En nu laten we het open. Wat wij dus heel erg graag willen, is de stad, dat de stad organisch groeit. Dat die stap voor stap als het ware groter wordt. Iedere dag dat er weer iets bij komt. Nou, en dan, dat betekent dus dat we dus heel veel ruimte geven aan burgerinitiatieven. Hoe zouden de mensen het zelf willen gaan invullen? Ik bedoel, wij hebben de structuur wel bepaald, hè, want je moet een keer ergens iets vastleggen. Maar we gaan niet bepalen hoe de inrichting van dat park is. En ja, waar we in Nederland altijd bang voor zijn, is als mensen zelf hun eigen gang gaan, dat er dan gekke dingen gaan gebeuren. Maar ik zou zeggen van, hoef je er niet bang voor te zijn. En als het gebeurt, wees er maar blij mee. Dat Almere principle van mensen maken de stad. Het leuke is dat je ziet dat juist wanneer iedereen de mogelijkheid krijgt iets te doen, dat zo'n diversiteit oplevert en toch samenhang. Ja, dat levert een stad op die naar mijn stellige overtuiging duurzamer is dan al onze geplande steden.